Welkom bij Pika at Home, een tweede editie. We hoopten eigenlijk dat vorig jaar een unieke editie zou zijn. Maar we hebben allemaal een raar jaar achter de rug. Dus het wordt toch nog een keer een streamingversie. We hebben er met z'n allen heel veel plezier in gehad om ook deze weer te maken. Gelukkig kunnen we in september toch een festival vieren op 10, 11 en 12 september. We hebben het een eigen naam gegeven, Pika Unlocked. Ook daar zijn we druk bezig met de programmering en hebben daar heel veel zin in. We gaan nu eerst lekker beginnen met de streamingversie vandaag. We hopen dat jullie er heel veel plezier aan hebben. En namens de commissie hopen we jullie allemaal in september te zien. Doeg! Oh, ja. Hallo. Hallo, waar zijn we nu? Nou, dat weet je toch. Kijk eens achter je. Oh, is het Pika? Nou, niet helemaal, maar ongeveer wel. Ik snap er niks van. Waar gaat het dan over? Kijk eens. Oh, gaan we weer een liedje zingen? Ja. Zullen we het meteen doen? Ja, doen we het meteen. Zing een liedje met je kat. Nou. Pika 21, zing je dat? Op zoek naar Pika, het gevoel. Je weet vast wel wat ik bedoel. Rai-da-dai-da-dai-da-dam. Rai-da-dai-da-dam. Rai-da-dai-da-dai-da-dam. Rai-da-dai-da-dam. De festivals die staan nu stil. Ja. Zelfs als jij je prikkie wil. Geen ochtendgym of koorgezang. Veel te gevaarlijk, maak me niet bang. Rai-da-dai-da-dai-da-da. Rai-da-dai-da-da. Dit is nieuw. He. Bout. Bout. Ben jij hier thuis? Moet harder kloppen. Nee. Nou, verder zoeken. Bout. Bout, je moet toch ergens hier zijn? Nou ja, we zijn in ieder geval op de Halsehul. Hé, joh, hè? Wat was dat nou? Hallo. Hé, waar ben je nou? Ik ben hier. Oh man, ik schrik met een hoedje. Hoi. Ah, dus jij bent er wel? Ja, maar ik kan hier niet kamperen. Oh. Ik kan hier alleen maar parkeren. Hoezo? Ja, dat wil zeggen dat ik vanavond weer naar huis ben. Oh, dat is wel balen. Ja, maar goed, met
September ben ik er wel. Oh, hey, is alles er? Ja, zullen we even op onderzoek uitgaan wat er allemaal is? Ja, maar wacht even, is Truus er ook? Decibel, de heks? Ja? Ik heb haar nog niet gezien. Oh, gelukkig, dan gaan we gezellig wandelen. Ja, kijken op het terrein. Gaan we deze kant op? Ja, maar val niet uit het beeld. Ik val niet uit het beeld, kijk maar. Oh, wat doe je nou? Hoorde ik het daar over mij gaan? Het is weer zover, het is Pika, Pika Pret. Wacht even. Misschien denken jullie wel dat ik een beetje griezelig ben, maar daar heb ik wat op gevonden. Namelijk het coronavirus met de bijwerkingen. Ik heb het maar een beetje gehad. Kijk, als ik flink hoest, dan is het over. En dan ben ik nu hartstikke schattig en modebewust. Ja, ze zijn op het Pinksterkamp, op het terrein. Ik wandel mij hier helemaal te pletter. Ja, het was een lang jaar, hè? Hartstikke lang. Ja, hartstikke lang. Ja. En niks kon. Nee, dat weten we nou wel. Ja, maar ja, je moet maar denken. Als we er dadelijk vanaf zijn. Ja, wat dan? Dan zijn we er vanaf. Ja, vast. Maar ze willen er niet vanaf. Wie wil er niet vanaf? Oh, die mensen die testen verkopen en zo. Ah, complotdenkers. Ja. Hoezo complotdenkers? Ik denk helemaal niet complot. Daar ben ik te gevaccineerd voor. Grapje. Zullen we maar geen grapjes maken? Nee, doe maar niet. Het ligt heel gevoelig. Nou, ik heb er niks van gevoeld. Ging alleen tegen de vlakte. Dat is een grapje, hoor. Nou, lopen we lekker eigenwijs te kletsen. Oh, ik heb nog een vraagje. Heb jij dit jaar nog kunnen zingen? Nou, niet echt. Oh nee, oh, je zong toch vals. Nou, dankjewel. Graag gedaan. En jij? Ik? Ja, ik zing altijd alleen. En dan ben ik altijd alleen. Hoe komt dat dan? Iedereen loopt altijd weg. Oh, zing jij ook vals? Nee. Ik heb valse opmerkingen. Oh, is dat het? Ja. Mis je het zingen? Ja, vreselijk. Oh. Jij niet? Ja, ik ook. Maar ja, ik mis wel meer, hè? Oh ja? Wat dan? Het werk. Werk? Werk jij dan? Nou ja, de poppenkast vind ik wel leuk. Oh ja, die moeten we nog vinden hier. Ja, komen we voor terug. Komen we daar voor terug? Ja, zeker weten. Wanneer? Dat weet je toch, september. Oh ja, spannend. Oh, wacht even. Even staan. Komen jullie dan ook kijken? Niet zo dichtbij, joh. Hier, moet je hier komen. Jij komt ook? Ja, ik kom ook. Ja, zonder Truus. Zonder Truus. Wat heb je tegen Truus? Ik hou niet van heksen. Oh ja, maar het maakt het verhaal wel spannend. Oh ja, dat is waar. Nou ja, dan zien we het in september wel. Kom, gaan we nog verder? Ja, we gaan nog verder. Hopla. En dat moeten wij nog maar afwachten. Of ik er wel ben of niet ben in september. Want ik kan mij tegenwoordig zomaar veranderen. En ik heb leuke plannetjes voor september. Eigenlijk nu al, maar het gaat niet door. En oh, wacht. Ja, daar zijn ze weer. Ik ben weg. Hey, loop je altijd zo te kletsen als we wandelen? Ja, ik wel. Jij niet? Nee. Nou ja, bij zo'n Pika hoort dat wel, hè? Wat? Beetje praten. Oh ja. En waar gaat het dan over? Nou, bijvoorbeeld de voorzitter die opent. Zo van, beste vrienden, het is toch net alsof het Pika is, maar het is geen Pika,
want het is één grote ramp. Nee, dat moet je niet zeggen. Oh nee, mag een voorzitter niet zeggen. Of zoals het hoofdbestuur van een van de Nivonhuizen zei, wij doen niet aan coronaregels, want wij zijn het bestuur. Is dat zo? Ja. Welk huis dan? Ja, dat ga ik niet zeggen. Dan mag ik nooit meer komen op de kleine rug. Hé, hey, stil nou. Ja. Dat moet je natuurlijk echt niet zeggen, hè? Wat? Ja, dat kan niet, hè? Dat je daar over roddelt. Ik zeg niks. Oké. Okay. Ja, ik ben eigenlijk wel moe nou. Ja, maar we zijn nog niet bij de kapschuur. Oh, zullen we een sprintje trekken? Oh ja, kan dat technisch? Ja, dan gaan we nu als een speer er vandoor. Goedemiddag. Bergvrij zeggen we dan, hè? Oh, ze zijn wel hoog, hè, die bomen? Ja. Hoge bomen vangen veel wind. Ja. Als ze ze tenminste niet omhakken. Ze hebben niet in de gaten dat ik er ook ben. Ze denken dat ik weg ben. Hou me zo. Ah, we zijn hier bij het tentenveld. Ik ga naar links. Kijk eens, er zijn ook kinderen. Heb je die? Hoi, dat is gezellig. Hoi. Hoi. Gaat het goed? Ja. Mooi zo, houden zo. Oh. Lekker kamperen. Lekker ja. Hoor. Ja, de bui komt eraan. Hé, hey, dat moet je niet zeggen. Oh, sorry. Hè, rare dingen die hij zegt. Oh, er zijn er nog meer. Wauw. Even zwaaien. Kan jij filmen dat ze terugzwaaien? Gezellig. Ja. Jullie zijn fotogeniek hoor. Ja, dank je. Maar dat wist u al. Oh, nou dan kom ik morgen terug. Jij kletst ook tegen iedereen. Ja, het zijn allemaal vrienden hè. Aha, het podium, een nieuw pelletpodium. Kom, gaan we kijken. Ja, komt u maar, leef gewoon door. Doen wij ook. Nou, ik zou zeggen, dit is de kapschuur. Kappen maar. Nou, we zijn er weer helemaal. Ja, maar wanneer gaat dit nou werkelijk weer helemaal terugkomen? Oh ja, in september komt er een weekend dat we Pikaatje spelen. Hè, spelen? Ja. Oh, en zijn wij daarbij? Ja, als niet iedereen opeens boos is. Hoezo boos? Omdat jij iedereen beledigd hebt. Ik heb helemaal niemand beledigd. Dat was jij. Oh, is dat zo? Ja. Nee joh, dat was Koos. Koos? Ja. Ah joh, maar dan komen we terug. Ja, we komen terug. En dan zou ik nu zeggen, allemaal, gaan we hoog. Hé, hoezo? Want dan zou ik zeggen, bergvrij. Oh, ja, dat is waar. Je gaat toch niet zingen, hè? Als ons naar Panada. Waar ga je hem naartoe? Hey, waar ga je hem naartoe? Ja, als je gaat zingen, ben ik weg.
Nu breekt uit alle twijgen het frisse jonge groen. De leeuweriken stijgen de hemel tegemoet, de hemel tegemoet. De bloemen staan in bonte tooi, natuur wat ben je wondermooi. In mij, in mij, in mij. En als de knoppen springen, ontwaakt het gans heelal. De vogels gaan weer zingen, de beek kruist in het dal. De beek ruist in het dal. En daverend schalt een jubeltoon, natuur, wat ben je wonderschoon. In mij, in mij, in mij, in mij. De bomen wiegen in gulden zonneschijn. Hoe hoog de vogels vliegen, o mocht ik bij hen zijn. O mocht ik bij hen zijn. En jubelen op blijde toon, natuur, wat ben je wondermooi. In mij, in mij, in mij, in mij. We staan op het ABK-huis. Achter ons nu even de zon, maar het heeft de hele dag geregend. En volgende week zou hier het Pinksterkamp plaatsvinden, maar dat mag helaas niet doorgaan. Vandaar ook nu dit gesprek met Henk Nijhof. We proberen op anderhalve meter van elkaar af te blijven, maar in de vuur van het gesprek, ik zeg het maar voor als even zou dat mis kunnen gaan. Henk Nijhof, je bent sinds een maand ben je voorzitter van het NIVON. Jawel. Je bent ook nog niet zo heel lang lid van de club. Nee. Misschien gewoon maar even beginnen met wie is Henk Nijhof? Wie ik ben? Ja. Zelfs in het pre-NIVON tijd. Ja. Oké. Okay. Henk Nijhof, ik ben 66. Ik ben 4 dagen voor mijn benoeming tot voorzitter van NIVON gepensioneerd. Formeel. Ik heb lang in de industrie gewerkt. Als logistiek en productiemanager. Daarna overgestapt naar sociale werkvoorziening. Heb ik als directeur gewerkt bij een aantal bedrijven. Ik heb een tijd in Hongarije gewerkt. Vond ik fantastisch, moet ik eerlijk zeggen. Daarna weer terug in Nederland. Waarom ben je er niet gebleven dan? Nou, dat had ik wel gewild. Ja. Maar het was voor een bedrijf, Edna. Ja. Hier in Nederland. En daar maakten we koffiemachines in Hongarije. Maar bij Edna in Nederland ging het erg slecht. En toen hebben we besloten om de vestiging in Hongarije te sluiten. En toen moest ik weer terug. Niet ik mocht terug, maar toen moest ik weer terug. Ja. Dat vond ik jammer, want ik het geweldig nog. Ja. En ik kom er nog wel bijna jaarlijks. Ja. En uiteindelijk heb ik een tijdje in Utrecht gewerkt en in Zwolle en overal. En als je kijkt naar het vrijwilligerswerk, heb ik erg veel gedaan. En het belangrijkste daarin is wat mij betreft een openluchttheater dat op sterven na dood was. Want waar kom je vandaan? Ik kom oorspronkelijk uit Hengelo. Ja. Maar liefst 50 jaar in Hengelo gewoond. En sinds die tijd, dus 16 jaar nu, woon ik in Eibergen. Ja. Bijna in Duitsland. Ja.
dorpje van 15.000 inwoners ongeveer. En het openluchttheater is in Eibergen. Dat was op Sterven aan het Oord, 20 vrijwilligers voor een bouwval. Daar ben ik voorzitter geworden zonder dat ik daar ooit was geweest. En daar heb ik eens een keer een presentatie gehouden in mijn favoriete kroeg. En vertel van, nou, als we nou dit en dat gaan doen, dan hebben we over 5 jaar 20.000 toeschouwers. Ja. Per seizoen. Ja. En die mensen hebben me aangegeven van, die man, wie is die man en wat doet hij? Ja. Die is niet meer goed. Klinkt een beetje alsof je daarmee zegt dat je altijd wel een plannenman geweest bent. In elk geval de projectenman. Ja. Projectenman? Ja. Ja. Ik vind mijn leven het project. Volgens mij is dat... Gaan we straks wel over hebben, want we zijn misschien naar de projecten in Nivel, maar... Ja, ja. Nee, ik ben altijd bezig geweest met projecten, met vernieuwingsprojecten, verbetertrajecten. Ja. En dat heeft een hele mooie kant. Maar er zit ook een minder mooie kant aan, omdat ik daar altijd heel kritisch naar kijk. Waar ik terecht kom, kijk ik juist heel kritisch om me heen. En dat vind ik dan ook overal wat van natuurlijk. Ja. En dat wordt niet altijd leuk gevonden, dat snap ik wel. Dus ik leg heel omstandig uit. Dat het niet is om niks. Is dit een vooraankondiging ergens voor? Nee. Maak je niet. Oh wel, dat kan altijd wel. Hè? Ja. Kan ook best zijn als dat zo, dat had ik ook beter gekund. Ja. Ook van mezelf hoor. Ja. Dat is goed. Ja. Dus ja, ik ben inderdaad van projecten. Ja. En hoe ben je dan het verzeild geraakt op Nivon? Op de fiets. Ja. Ik was vrijwilliger bij het Gilde in Haaksbergen. En daar heb ik niet zo heel veel vrijwilligers gedaan, maar wel vooral fietsen en barbecues en allemaal van dat soort dingetjes. En op enig moment kwamen we terecht tijdens een fietstocht bij Natuurvriendenhuis Den Bron in Buurse. Ja. En daar zaten we met een man of allemaal oudere mannen die bij dat gilde waren. Die zaten allemaal in een hok. En daar stond een mevrouw te roepen dat ze vooral vrijwilligers nodig hadden. Ja. Dat gilde zijn allemaal techneuten. Dus, en toen heb ik een paar weken later gedacht van nou, ik ga maar eens, ga eens kijken wat dat is daar. Ja. En toen kwam ik in gesprek met de toenmalige voorzitter. Rinse Vonk, ik moet altijd nadenken of het Vonk of Vink is, Rinse Vonk. En die na 10 minuutjes zei hij ook van ja, maar jij komt hier vast niet klussen. Ik zie wel gebeuren dat je gewoon, aanstuurt. En voordat ik het wist, had ik gezegd dat ik wel eens na wilde denken over voorzitterschap. Dat heeft een tijdje geduurd. En uiteindelijk ben ik... Toen was je al lid? Nee, toen was ik nog steeds geen lid. Oké. Okay. En ik ben in eind 2019 lid geworden. Ja. En per 1 april... 2020 ben ik voorzitter geworden van Natuurvriendenhuis Den Bron. Ja, en dan stap je een voor jou toch vreemde omgeving binnen. Wat viel je op? Het viel me op dat ik Nivon eigenlijk niet kende, maar wel een idee had hoe dat in elkaar stak en waar dat vandaan komt, dat weet ik niet precies. En wat ik aantrof was vooral een, daar heb ik in eerste instantie even over Den Bron, hè? Ja. Heel intern gericht. Het is van ons, van de vrijwilligers. Yeah. Er zijn allerlei mensen in Buurse, een kerkdorpje van 100 keer niks, die Den Bron helemaal niet kennen. Yeah. Dus hoe verder je wegkomt. En toen ik vertelde in mijn vrienden, kennissen en familiekring dat ik voorzitter was van een natuurvriendenhuis, toen begon bijna iedereen over onatuurhuisje.nl. Dus er zijn een aantal dingen die bekender zijn dan de natuurvriendenhuis van Nivon. En toen dacht je, er is werk aan de winkel. Daar is wat te doen, ja. Ja. Spekkie naar mijn bekkie. Ja, dat vond ik wel. Kijk, je moet mij niet neerzetten op een plek waar alles goed geregeld is en allemaal loopt. Want dan moet ik op de winkel passen. En je zag vrij snel, dan valt hier heel veel te doen. Ja, dat klopt. En dat hebben we ook gedaan. Ja. Dus binnen de kortste keren hebben we een revitalisatieplan gemaakt. En ik had helemaal het gevoel, zelfs als bij dat opluchttheater, dat gaat gewoon allemaal gebeuren. En dat is gelukt. Ik voer nou te ver, denk ik, op dit vertellen. We gaan er nu helemaal uitgebreid in. Overigens kunnen mensen in de toorts ook nog verder kennis met je maken. Ja, in de komende toorts. Ik zal heel in het kort even vertellen wat we gedaan hebben. Een tweetal boomhutten met buitensanitair, een klimbos, allerlei activiteiten in het bos. Ja. Dit staan typisch die mensen kunnen huren. Nou ja, het is volkomen veranderd en het is omgevormd tot een belevenisbos voor gezinnen met jonge kinderen. Ja. Daar komt eigenlijk op neer. Dat was ook het idee. Maak het nou aantrekkelijk voor je doelgroep. En dat klusje is nu fysiek ongeveer klaar. Toen dacht ik, ik ben hier klaar. Wat is er nog meer te doen? Ja, dat is niet zo hoor. Ik was er niet klaar, want je hebt niks aan zo'n mooi bos als er geen gasten zijn. Ja. Dus als, ik ben daar inderdaad gestopt nu, maar als er niks gebeurt, dan heb je het allemaal voor de katse staat gedaan. Ja. En
Nou, blijkbaar viel het op wat ik daar, wat wij daar gedaan hebben. Ja. Geef ik al toe dat ik er wel heel veel zelf van heb gedaan. En toen werd ik gevraagd of ik niet voorzitter wilde worden van het NIVON. Ja, wie vroeg dat? Herbert Boerenhoek. Ja, ja. Vanuit een commissie. En wat dacht je toen? Toen dacht ik, dat ga ik niet doen. Nee. En waarom dacht je dat? Ik had een paar vergaderingen die deed zoveel op centraal niveau meegemaakt. En gezien hoe dat ongeveer ging, en dat vond ik nou niet de meest aanlokkelijke sfeer die ik mij kon voorstellen. Ja. Maar tegelijk dacht ik wel, je wordt voor zijn ding maar één keer gevraagd. En als ik nu nee zeg, dan zou dat over 3 jaar misschien ooit weer een keertje gebeuren, maar waarschijnlijk niet. Dus als ik al invloed wil hebben, en ik wil heel graag invloed. Plus dat je misschien ook wel dacht, hier valt wat te doen. Ja, maar dat wist ik zeker. Ja, dat zag je onmiddellijk. Ja, absoluut. Ja. En dat wist ik ook al voordat ik überhaupt gevraagd was. Ja. Ja, er is een heleboel te doen. Ja. 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 Dus ik heb na een aantal gesprekken, zag ik ook steeds meer de uitdaging ervan in. En die, eigenlijk hou ik niet zo van die term uitdaging. Er zijn problemen en het is een uitdaging om ze op te lossen. Je zag koers, want waar je heen wil. Ja. Ja. En die wijkt niet zoveel af van wat we bij de Bron deden. Dat heeft te maken met structuur. Ja. Heeft te maken met marketing, PR, al dat soort zaken. Gaan we het zo over hebben, hè, waar we heen gaan. Toch heel even wat van de Bram naar dat landelijk niveau. Wat trof je daar aan? Is dat eigenlijk hetzelfde, het in zichzelf gekeerde? En wat was je eerste indruk? Ik heb een individueel gesprek gehad met bijna alle bestuursleden. Ja. Tot mijn plezier waren we het allemaal wel met elkaar eens dat het inderdaad naar binnen gekeerd is. Ja. De afdelingen, de natuurvriendenhuizen en eigenlijk alles wat we doen, maar het bestuur zelf ook. Ja. Daar is een wereld te winnen. Ja. Ja. Nou, laat dat maar betekent ook iets met het samenwerken met zeg maar, aanbouwende organisaties. Ja, je hebt in die maand nog niet een moment van spijt gekend. Nee, ik krijg het alleen maar meer zin in. Oké. Nou, laten we het er maar over hebben meteen. Ja. Van waar moet het heen? Hè? Je zou kunnen zeggen, een van de grote projecten is NIVON naar 2030. Ja. Ik heb het interview gelezen wat je aan Toorts hebt gegeven. Je hebt gezegd van nou, rustig aan. Ieder jaar 3 zwaartepunten. En ik heb even zitten rekenen, dat zijn tot 2030 27 zwaartepunten. Begin maar. Volgens mij, misschien staat het er wel, maar heb ik niet gezegd dat elk jaar 3 zwaartepunten. Ik heb gezegd 3 tegelijk. Ja. Dat wil niet zeggen dat het allemaal een jaar moet duren of langer. Ik denk in tegendeel. Wat mij betreft gaan we van start met 3 zwaartepunten waarvan 1 is samen naar 2030. Ja. De ander is het huis op orde. Ja. En de laatste is PR, marketing en communicatie. Ja. Heel kort even lopen we ze langs. Ja. NIVON in 2030. Ja. Als ik in dat jaar, 2030, hier het Vuurvriendenhuis binnen zou stappen, wat zou ik dan merken wat anders is dan hoe het nu gaat? Ik denk dat dan de inrichting veranderd is, dat het allemaal wat relaxer toe gaat en wat vrolijker is ingericht. Ik denk dat we dan... Dat relaxer, kun je daar een voorbeeld van geven? Wat zie je waarvan je denkt, oh, dat moet toch wel... Nou ja, we hebben vrij veel instellingen meubilair wat nou niet echt allemaal heel erg comfortabel is. Ja. Dus, ik heb het even over de huizen. Hè. De kamers zijn nogal spartaans ingericht. Ja. Er mag wel iets meer kleur en wat meer sfeer en vrolijkheid. Ja. Dus ik stap het huis binnen en ik denk, hey, vroeger zag het hier anders uit. Ja, dat merk ik het ook aan de sfeer. Ben je ooit bij de Bron geweest laatste? Vroeger? De laatste jaren niet. Vroeger wel geweest. Ja. Kan ik je vanuit aanbevelen om daar naartoe te gaan. Daar ervaar ik dat nu al. Ja, hoe het in zowel binnen als buiten is. Ja. Ja. In elk geval ten opzichte van de Bron. Ik heb daar niet echt alle huizen gezien, maar ga ik binnenkort zien. Ja. Zodat het iets meer comfort is. En er wat, in elk geval wat jongere publiek is, jongere gasten en jongere leden. Ja. Dat is nu al gaande. Ja. Ik hoor net van Herbert, die zit hier ook, dat we inmiddels al gestegen zijn naar 22.000 leden. Ja. Toen ik begon was dat nog net onder de 20.000. Ja. Dat ligt niet aan mij, laat dat ook heel veel zijn. Maar die trend is goed. Corona zal daar ondanks alles wel een beetje aan helpen, denk ik. En dat zal ook wel moeten, want over een jaar of 7, schat ik, gaan alle babyboomers ongeveer afscheid nemen. Ja.
Dat is natuurlijk landelijk sowieso in Europa. Want het is een vergrijsde club. Dat is een vergrijsde club. Ja. Er zit wel een fix aandeel van onze leden zit in die groep. Ja. Dus als wij op dit niveau willen blijven, dan moeten we flink alle zeilen bijzetten. Is dat nog steeds in het kader van niveau 2030? Ja. Ja. Maar ik denk dat, ik vind, in het begin dacht ik, nou 2030, dan moet je 40.000 leden hebben. Ja. Ik denk dat het realistischer is om te denken dat we dan op 30.000 moeten zitten. Ja. Omdat er een hele grote groep uitstroomt. Ja. En doelen stellen die je niet wakker maken. Dat, ja. Is dat het waard om draait? Sorry? Is dat waard om draait? 30.000 leden? Nee, wat mij betreft om draait. Mijn voorganger, Henk Schaaf, die heeft een aantal keren geroepen dat ik veel zakelijker ben dan hij is. Ja. Dat is wel zo, maar dat wil niet, moet je niet verwarren met commercieel. Ja. Waar het mij om draait is dat het gaat bruisen binnen de vereniging. Ja. Of dat nou met leden is of met gasten of whatever, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het moet gaan. Die huizen staan allemaal op plekken, die zijn fantastisch. Ja. En dan kom ik daar en dan zijn er ook wat gasten. Dat is gewoon te weinig. Ja. Dus stil. Reuring moet er komen. Er moet reuring komen. Hoe ga je ervoor zorgen? Nou ja, door dezelfde soort dingen te gaan doen, door ons meer open te stellen. En dan zeg je weer, kom eens kijken bij de brand, daar hebben we dat voor. Ja, nou ja, ik snap wel dat mensen, ik heb er wel vaker gezegd, maar dat mensen worden een beetje flow van. En het is net alsof dat het mirakel is, dat is het natuurlijk niet. Maar we moeten weer bekend worden. Ja, ja. En zolang er allerlei mensen, ook hier in de buurt, op een paar kilometer afstand worden, die geen idee hebben wat dit is, laat staan in de rest van het land. Ja, dan wordt het wel ingewikkeld. We kunnen hier heel lang op doorgaan, maar ik wil toch even overstappen naar het tweede wat je noemde, namelijk de huizen op orde. Ja, dat lijkt saai, maar het gaat over regels, het gaat over structuren, het gaat over het bestuur en hoe vergader je. Ja. Wie is waartoe gemandateerd, zodat... Ja, is wel intern gericht, of niet? Dat is behoorlijk intern gericht, maar er hoort ook bij dat je extern gericht contacten hebt met, nou ja, welke aanpalende organisaties je wilt hebben. Ja. Huis op orde gaat ook over hoe groot wil je zijn, hoe groot moet je zijn. Ja. Maar het gaat inderdaad vooral over intern de boel op orde. Dat als, stel je voor dat we zo succesvol worden dat we heel veel gasten krijgen, dan moeten we dat wel kunnen handelen. Ja. En dan moet de organisatie op. En dan moet de organisatie daar klaar voor zijn. Ja. En dat gaat niet als je. En wat is er nu niet goed? Ga maar even concreet noemen. Wat zou beter moeten? Ik denk dat, dat we problemen krijgen met de huiswachten als je een bezetting krijgt van het jaar door. Ja. 60%. Ja. 50%. Dan moeten we wel met onze vrijwilligers daar voldoende mensen voor hebben. We krijgen waarschijnlijk een probleem met teams die komen klussen in zo'n huis. Als het drukker wordt, dan neemt de kans op klussen over de lange periode die je nodig hebt met vrijwilligers, neemt bijna als vanzelf wat af. Ja. Toch even, want we hebben maar weinig tijd, naar de derde stap. De mensheid moet het weten, PR noemde je als derde stap. Ja. Dat is iets van. Nou, meer over marketing eigenlijk nog. Want wat willen we zijn? En wat je wilt zijn, ik zeg niet dat alles maakbaar is, maar als we met z'n allen een club willen zijn die er voor iedereen is, en niet alleen voor leden, maar voor iedereen, en waarbij het gezellig is en reuring is en whatever. Ik ga dat niet allemaal alleen bepalen wat we moeten zijn, hè? Ja. Dat ook helder zijn. Ja. Dat gaan we met het bestuur doen. Ik ga daar wel invloed op uitoefenen, bij wat ik daarbij volg. Ja. Dat geldt met al die dingen. Ja. En dan vooral bekendmaken, überhaupt bekendmaken, dat je bestaat. Ja. Dat doen we toch wel of doen we dat niet goed? Nou, ik weet niet of we niet goed doen, maar wel te weinig. Te weinig. Nou ja, als we dat goed, vaak, veel zouden doen, dan zou het. Te veel mensen doen. Hebben nog dat natuurhuizen.nl in hun hoofd zitten. Ja, nou ja. Laat ik een voorbeeld geven. In Buurzen, want hetgene wat ik het beste ken. Er wonen mensen in Buurzen, een klein kerkdorpje, 800 meter van de Brom af, die denken dat wij een natuuristenterrein zijn. Ja. En er staat een bordje, stond een bordje uitsluitend toegang voor gasten Den Brom. Ja. Mensen komen daar dus nooit. Ja. En weten überhaupt niet wat daar is. Ja. Ik heb een meneer gesproken, die werkt bij de gemeente, die woont aan de rand van het terrein van de Brom. Ja. En die zei, dat wist ik niet, en die zei, ja de Brom, ja dat ken ik wel, daar kijk ik op uit. Ja. Ik denk, nou toch, ik ben er wel benieuwd of die weet wat het is. Ja. Nou, hij weet dat het een huis is, maar verder weet hij er helemaal niks van. Nee. Dat is een algemeen, maar in Nederland breed is dat toen nog erg. Ja.
We moeten naar het einde toe van het gesprek, hè, want we hebben maar heel beperkt tijd. Ik begreep ook in het interview wat je in het bord schreef, dat jij ook vindt dat we ook internationaal te weinig contacten zijn. Er is een bijzonder project in de maak volgens mij, of Srebrenica. Ja. Kun je er iets over vertellen wat daar gaat gebeuren? Ik zal daar iets over vertellen. De dag van het jaar van de internationale natuurvrienden. Wij als NIVON hebben onze contacten binnen de internationale beweging wat onderbelicht. Dat willen we anders gaan doen. Dat geldt hetzelfde voor naar buiten als voor de PR in Nederland en intern. En om dat te gaan doen hebben we een mooi project gevonden. City of Hope. Dat gaat over een natuurvriendenhuis dat in oprichting is in Srebrenica. En wij willen graag met een crowdfundingsactie dat initiatief ondersteunen. Door middel van het medefinancieren van een watermolen die elektriciteit gaat opleveren voor het natuurvriendenhuis. En om daar een punt van te maken, letterlijk, gaan we op 11 september hier ergens. Tijdens het Pinksterkamp wat dan wel tijdens doorgaat. Wat dan een herfstkamp wordt waarschijnlijk. Ja. En dat dan waarschijnlijk doorgaat. Een boom planten. Het is nog niet helemaal bekend welke boom. Of het is nog een beetje geheim, maar dat gaan we in elk geval doen. Om te markeren dat we die crowdfundingsactie voor die watermolen gaan doen. Ja. Mensen die nu al denken, daar ga ik geld aan geven. Hoe kunnen die te weten komen hoe ze dat moeten doen? Komt er een oproep in de toorts? Ja, er komt zeker een oproep in de toorts. Dus die moeten de toorts in de gaten houden. Absoluut. En daar staat precies in hoe ze daaraan kunnen bijdragen. Ja. Dankjewel voor dit heel korte gesprek. Ja, dankjewel. We zouden het nog veel langer kunnen maken, maar we mochten niet langer. Ja, dus, dankjewel en tot op het kamp. Dag allemaal, ik ben Philip Kronenberg en ik ben hier vereerd aanwezig te zijn op de camping van het NIVON. En het NIVON is voor mij heel bijzonder omdat ik, toen ik 17 was, begon ik met in mijn eentje op te treden. En later samen met Tom van Berghijk hebben we vaak op feestjes van het NIVON gespeeld. En het was altijd heel erg leuk. En op de een of andere manier hebben we via Herbert Boerendonk hebben we elkaar teruggevonden en dit is de aankondiging van een optreden op een festival wat er gaat komen in september. Dat is uitgesteld van vorig jaar natuurlijk, maar daar zal ik niet te veel woorden aan vuil maken. Ik zal even een paar liedjes gaan zingen, dan weet je wat je te wachten staat.
We don't know what we're looking at. We know what we're looking for. We're looking for a way out, out of the mess we're in. We'll be wiser and smarter and proud when we found a way out, out of the darkness by which we're surrounded now. Must be love gonna do the trick. Love creates life when you believe in it. We all know how the story will end. We just don't know when. And in the meantime, there's love in the room. Every time a song is born, I want it to be the best one. Baby, you're the best song ever happened to me. Must be love gonna do the trick. Love creates life when you believe in it. We don't know what we're looking at. We know what we're looking for. We're looking for a way out, out of the mess we're in. We'll be wiser and smarter and proud when we found a way out, out of the darkness by which we're surrounded now. Must be love gonna do the trick. Love creates life when you believe in it. Must be love gonna do the trick. Love creates life when you believe in it. Even kijken. Ik ga het volgende lied. Dat heb ik in maart 2020 gemaakt. Je raadt nooit waar het over gaat. Het heet Tiny Little Enemy. It's so little we can't see it. There's a tiny little enemy, so little we can't see. No matter how hard we try, it's so tiny we can't beat it. Got a million ways to beat us though, it's as simple as that. What we can do, we just don't know, there ain't no telling yet. Tiny little enemy, so little we can see it. No matter how hard we try, it's so tiny we can't beat it. We're not allowed to play, there's no place we can go. Must avoid to get in touch, we can't even get close. The kids can't go to school, they have to stay at home. Can't play with their friends, can't go out there anymore. Tiny little enemy, so little we can't see it. No matter how hard we try, it's so tiny we can't beat it. Stay inside, nobody comes to see them. They look and see outside, there isn't much life in the street. It's total reset, no more comfort zone. So now we get to know how people run from their home. If ever we'll be able to move around again, how long will it take to forget where we have been? Maybe it's time to change. Change our way of life. Stop treating other creatures so cruel and so unkind. Nobody should be homeless. Nobody should be hungry. Nobody should be working for absolutely nothing. Tiny little enemies, that's what we have become. In search for brand new remedies so we can carry on doing what we've done.
prachtige vogelgeluiden op de achtergrond hoop ik dat ze ook voor de kijker te zien zijn, te horen zijn. En nou wil ik een liedje doen. Dat heb ik gemaakt voor de mensen in de kliniek waar ik werk. Ik werk als psychotherapeut in een verslavingskliniek. En dat vind ik mooi werk. En ik doe het dus altijd met veel plezier. En als ik daar binnenkom, dan glimlachen we naar elkaar. De mensen die daar opgenomen zijn en degenen die daar werken. En we willen ze allemaal bevrijden natuurlijk van hun verslaving. Het heet Fly. Fly into the great wide open, free from old chains. Heal the heart that's broken, leave your self-destructive ways. When we meet in the morning, we can't suppress a smile. We're both on our way, do what we know is right. Gonna do what we can, bring peace into the heart. Make an end to slavery, give a brand new start. Here's to the ones that once were lost, the ones that wanna be found. We came to make the difference, bring light into the dark. Deep inside there's a needy child whose voice was never heard. We're gonna listen, respond to every word. Gonna do what we can, bring peace into the heart. Make an end to slavery, give a brand new start. Reopen doors that were closed so long, so you can feel how brave and strong you can be once you dare to share what's going on. When you've tried so hard to hide your needs, you've entirely forgotten them. Indeed, soon as you rediscover them, it's a time you can live again. Gonna do what we can, bring peace into the heart. Make an end to slavery, give a brand new start. Traveling. Ik ben zelf helemaal niet reislustig. Ik vind Nederland echt zo mooi. En over de Belgische grens krijg ik al heimwee. En dat is altijd zo geweest. Hier komt het lied. People travel all over the world. I got lost in my hometown. Smoking, drinking, looking for a girl. Traveling in a dead end street. Well, there's trouble in the land, many people say they know what should be done. When everybody loves peace, then who's making war when it's what nobody wants? And people travel all over the world, I got lost in my hometown. Smoking, drinking, looking for a girl, traveling in a dead end street. There is trouble in the land, nobody can understand. Something to do with the power of God. Man can't stand, it's not what he's got. There's trouble in the land, many people say they know what should be done. But everybody loves peace, and who's making war when it's what nobody wants? People travel all over the world, I got lost in my hometown. Smoking, drinking, looking for a girl, traveling in a dead end street. Got the power to destroy what we've built up. The power of God, something else, certainly not what we've got. Well, there's trouble in the land, many people say they know what should be done. And everybody loves peace, and who's making war when it's what nobody wants? People travel all over the world, I got lost in my hometown. Smoking, drinking, looking for a girl, traveling in a dead end street. Guitar and my five-strained you.
And my best friend sang and playing the same old groove. I'd like to come home with this peace in the heart, peace in the house we live in. Love and friendship and a good song makes you want to dance and sing. There's trouble in the land, many people say they know what should be done. And everybody loves peace, and who's making war when it's what nobody wants? People travel all over the world. I got lost in my hometown, smoking, drinking, looking for a girl, traveling in a dead end street. Volgende week maken we de mix af bij Excelsior van een nieuwe CD die aankomt. En dit is een liedje daarvan, het heet Hybris. Old Greek philosopher warned us a long time ago. Hybris sure bound to make us fall. I was learning about it in the 60s. We got really worried for the ones in charge. We're lying, cheating, killing, messing up what we got. How did we ever get to believe this planet was meant for mankind? All other animals are only fit to be food. Hybris, sure enough, that's what it is. You can warn the people a million times, but it won't make a difference. Man doesn't give a thing to the world. All we do is destroy it. We don't fool anyone but ourselves. I ain't making this up, it's a true story. Now in the dunes where I live, there's a sign that says, no trespassing, this is natural ground, so we don't let the people in. So if you wanna protect the world, we shouldn't let the people in. People came to find out themselves, paying people amazing. Hybris, sure enough, that's what it is. You can warn the people a million times, but it won't make a difference. Hybris and greed don't bring no joy, just hunger for more. More and more and more and more till we cannot breathe anymore. We had a very nervous president, like a little old boy. He seemed to think it's all just a game, playing with dangerous toys. Hybris, sure enough, that's what it is. You can warn the people a million times, but it won't make a difference. Oh, Greek philosopher warned us a long time ago. Hybris, sure bound to make us fall. In deze nostalgische omgeving van het Nifon is Too Little, dat liedje gaat over toen ik heel klein was. En eigenlijk te klein voor alles wat er nodig was in de wereld. Het is in feite nog steeds zo, maar de gitaar doet een hoop goed. Too Little. I remember when I was still little. I was so little, there was just too little that I could do. I played a little violin. I remember hearing good music coming out of that fiddle. Well, I was too little to really play at all. But I swear I heard it gave me a thrill. It was the biggest thrill of all. To hear good music coming out of that fiddle, it's the biggest thrill of all.
Then I remember I was a little bigger, just a little bit bigger, but by far not big enough. I was afraid of the kids in the neighborhood. They weren't just bigger, but they liked to scare me off. So my daddy let me take judo lessons. It helped me a little, but only a little. What I really needed then was it was a gun. The six-string gun's been a lifeline. I'm so glad it's here, mine, oh mine. Six-string gun's been a lifeline to me. The six-string gun's been a lifeline. I'm so glad it's still mine, oh mine. Six-string gun's been a lifeline to me. Gave me a gun and six strings to it, and to my surprise I could really use it right away. Right away, right away, right away, right away. And I took the gun wherever I went. The school I played in front of the class. And I didn't know how to change my little life completely. Yeah, the girls started dancing and kissing and romance. All of a sudden they all wanted to be my, everybody wanted to be my friend. The six string gun's been a lifeline. I'm so glad it's here, mine, oh mine. Six string gun's been a lifeline to me. Yeah, the six string gun's been a lifeline. I'm so glad it's here, mine, oh mine. Six string gun's been a lifeline to me. Lifeline to me now. It's gonna stay a lifeline to me. Okay. Zal ik nog één lied doen? En dat is een ode aan John Legrand. John Legrand, die heeft mij samen met Nico Christiansen, de zanger van Living Blues vroeger. En hij heeft, John was de mondharmonica speler. En ze kwamen bij ons thuis waar ik met mijn bandje repeteerde. Ik was 14. En ze kwamen bij ons thuis, want John had verkering met mijn zus. Die kennen jullie ook wel, dat is Yvonne. Dat was haar eerste vriendje en... En ze vonden ons, mijn bandje waarin ik speelde, wel goed. En we gingen hun begeleiden bij de grotere optredens. En later kwam John in de freelance band spelen. Omdat ik ontzettend erop heb aangedrongen. Ik vond hem zo goed. En hij is helaas overleden. Hij heeft heel woest alles ingenomen wat je maar kon. Met handen en voeten tegelijk en zo. Dat, nou ja, 56 werd hij. Hier is een ode aan John Legrand. You were so much wiser, closer to your heart. But the pain you felt inside nobody could bear. Where can you go after the show? But your lonesome home when everyone's gone. Well, have you heard the news? It's a sad day for looking back. Johnny Boy's changed his ways too late. Now he's dead. Johnny had a lot to give and a whole lot of loving inside. But he never felt that way. Now look at the way he died. We sang Party Time and Gunman, wishing that love came around. And you were my big brother, show me our hometown. Proud to present all the boys in the band, thinking that it would never end. Then I had to go, I couldn't take it no more. It's been 20 long years, a lifetime ago. Been proud to present all the boys in the band. Ooh, I remember it well. Used to scream and shout, jumping up and down, saying, Johnny Boy, blow that harp. We sang Party Time in South America,
wishing that love came around. You were my big brother, brother, where are you now? Now we've lost one another long ago for something that I had to do. But here we meet again, old friend, I'm singing a song for you. Through all the booze and blues and illegal stuff, you're the one to touch my heart. Strong enough to make it rough, but I'll sing if it makes me cry. We sang Party Time and Ghettos, wishing that love came around. You were my big brother, Johnny, where are you now? We sang Party Time and Hit or Miss, wishing that love came around. You were my big brother, Johnny, where are you now? Hero, the way you could play, the way you understood the music that we made, the music that we loved, told a story we couldn't tell anywhere else. Ja, nou, welkom op Pika 21. We zijn hier met vier heren. Vier heren van Ooit Mooi Geweest. En als je, zoals je hoort, is dat de afkorting OMG. En OMG heeft al jarenlang gespeeld op Pika. Echt om het jaar of zo. Ik denk wel vier of vijf keer. Wat denken jullie, zoiets? Ja, met de hele band, dat lukte niet hier op de camping. Dus we zijn met een spin-off. En we gaan leuke, een beetje treurige, wat langzame liedjes spelen. Hoort ook een beetje bij het weer. Dat zien jullie nu niet. Het zonnetje schijnt, maar we spelen. I was sitting waiting, wishing that you believe in superstition. Then maybe you'll see the sign. Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, now I'm just a fool. And in loving somebody, no, make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing your fool? I sang your songs, I danced your dance, gave your friends all a chance. Putting up wasn't worth never having you. Maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing your part, it's not my scene. One this plot, not twist, I had enough misery. Keep building it up, shooting me down, but I'm already down, just wait a minute. Winning city, just wait a minute, just sit and wait it. If I was in your position, I'd pull down all my ammunition. I wondered why it's taken me so long. Lord knows that I'm not you. If I was, it wouldn't be so cruel, because waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? Now
I can't always be waiting on you. I can't always be playing your fool, oh no. Dat is wel heel subtiel, Gert-Jan. Ja, hij heeft speciaal zijn tingeltangel meegenomen. Hopen dat het niet te hard gaat waaien, want dan hoor je hem steeds. En dan wordt het irritant. Volgende nummer. Stray Cat Strut. Dat is ons enige vrolijke liedje ongeveer. Dus, zet hem op, jongens. Genieten. Nee, loopt ook niet goed dan. Black and orange stray cat sitting on a fence. Ain't got enough dough to pay the rent. I'm flat broke, but I don't care. I strut right by with my tail in the air. Stray cat strut, I'm a feeling cat. I'm a feeling Casanova. Hey, man, that's that. Get a shoe thrown at me from a mean old man. Get my dinner from the garbage can. Wow! Don't cross my trail. I don't bother chasing mice around. I sling down the alley looking for a fight. Howl into the moonlight on a hot summer night. Singing the blues while the lady cats cry. White stray cat, you're a real gone guy. I wish I could be as carefree and wild, but I got cat class and I got cat style. Yeah. I don't bother chasing mice around. I sling down the alley looking for a fight. Howl into the moonlight on a hot summer night. Singing the blues while the lady cats cry. White stray cat, you're a real good guy. I wish I could be as carefree and wild, but I got cat class and I got cat style. Vrolijkste liedje van het stay away from me. The blues, why don't you let me be? I don't know why you keep on haunting me. Love was never meant for me.
but true love was never meant for me. It seems somehow we never can agree. Yeah. So many I can see. Years don't mean a thing to me. Time goes by and still I can't be free. Time goes by and still I can't be free. Time goes by and still I can't be free. Nou, maar snel door naar het volgende. Dank jullie wel, dank jullie wel. Er is geen publiek bij trouwens. Hè? Het zonnetje schijnt nog steeds, jongens. We gaan opschieten. Ja. We gaan opschieten. Ik weet niet of er mensen zijn die buienradar aan hebben staan, maar... What's next? Deze stad. Blues voor de verandering. Voor de verandering. Echt. Blues is gewoon leuk. Dat staat ergens op, maar gelukkig om te zeggen. Stad, altijd wat, niks van plan, toch weer plat, wil of niet, je gaat mee. Deze stad kent geen nee en je weet wel hoe het afloopt. Ja, met een koffer vol berouw, deze stad is een hele mooie vrouw. Neonlicht, oogopslag, vlees is zwak, overstag. Geen verweer, geen excuus. Leven eens, leven nu en wat draait ze met haar heupen? En wat sluit haar truitje nou? Deze stad is een veel te mooie vrouw. Een veel te mooie vrouw. Je geeft alles wat je hebt, maar zij geeft geen moer om jou. Wat zou dat nou?
deze stad meer dan zat. Niks van plan, toch weer plat. Graag of graag, ja of ja. Deze stad kent geen gena en je weet wel hoe het afloopt. Maar ja, wat zijn haar ogen blauw, deze stad. Deze stad is een veel te mooie vrouw, een veel te mooie vrouw. Je geeft alles wat je hebt, maar zij geeft geen ene moer om jou. Heb ik dat nou? Dank jullie wel. Dit was Van de Dijk natuurlijk. Volgende nummer is van Huub zelf. Ook wel bekend van de Dijk. Ook wel bekend van de Dijk. Kon je met een liedje maar. Het is wel een geëngageerd nummer. Eigenlijk wel goed geschikt voor het Pika. Ja, echt. Ons enige geëngageerde nummer ongeveer. Ja, ja. Kon je met een liedje maar de honger laten stoppen en de armoede doen verdwijnen voor eens en voor altijd. Kon je door een liedje maar de wapens laten droppen en de zon weer laten schijnen, dan deed ik dat geheim. Kon je met een liedje maar het wereldleed oplossen, een eind maken aan oorlog, aan haat en aan geweld. Dat je met een liedje weer woestijnen kon bebossen, dat de oceaan weer schoon werd, de ozonlaag hersteld. Dat zou mooi zijn, dat zou mooi zijn, dat werd een prachtig lied. Met een prachtcouplet en een prachtrefrein, maar zo mooi maak ik ze niet. Kon je met een liedje maar Gods wonderen verrichten, de lammen laten lopen, de blinden laten zien. Kon je met een liedje maar voor altijd vrede stichten en al die kerken slopen, dan maakte ik er 10. Dat zou mooi zijn, dat zou mooi zijn, dat werd een prachtig lied. Met een prachtcouplet en een prachtrefrein, maar zo mooi maak ik ze niet. Dat zou mooi zijn, dat zou mooi zijn, dat werd een prachtig lied. Met een prachtcouplet en een prachtrefrein, maar zo mooi maak ik ze niet. Dat werd een prachtig lied, maar zo mooi maak ik ze niet. Thank you.
Wat een idee, wat een plan over domme man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan. Misschien vindt ze je wel leuk. En je haar dus elkaar en je kan een beetje lachen daar. Altijd een keuze. Kijk je aan, de sfeer wordt plots zo serieus. Het is al laat toch, het is al laat toch. Wat doen we hier nog? Het is al laat toch, het is al laat toch. Wil jij je bier nog? Kom, dan gaan we naar mijn huis. Ik snap het niet, was zo mooi, niet normaal meer allemaal. Dat kan dus tijd toch snel kapot. Heel het leven op de schop, op zoek naar een droomverhaal. Ik zoek mee en voel me rot. Ben ik het kwijt, of heb ik iets ergens laten liggen dan? Vertel me even waar. We groeien door voor zover je dat zo noemen kan. We groeien verder uit elkaar. Het is al laat hoor. Het is al laat hoor. Wat doen we hier nog? Het is al laat hoor. Het is al laat hoor. Blijf jij maar hier nog. Dan ga ik alvast naar huis. Nu de deur is dichtgevallen, jouw aanwezigheid verdwijnt. Wordt mijn wereld enkel kleiner, ziels alleen door koppigheid. We vergeten bij het schelden, op de sleur van zoveel jaar. Dat we zeuren, dat we zeiken, maar wel in dezelfde taal. Het is al laat hoor, het is al laat hoor. Wat doen we hier nog? Kom, dan gaan we naar mijn huis. Het is al laat hoor, het is al laat hoor. Wat doen we hier nog? Het is al laat hoor, het is al laat hoor. Dus drink je bier op en dan gaan we naar ons huis. Dan klopt de tekst straks bij het weer. Met capo, zonder capo. Als we niet uitkijken. Even capo wissel, dat mag wel hè, tijdens de opnames. Ja, natuurlijk. Ja. Wat gaan we doen dan? We gaan doen, hoe heet het? Ding van de stroopwafeltjes. Oh, die. En dat is wel leuk te vertellen, want de stroopwafels hebben natuurlijk in de early days een keer opgetreden. Ja, meerdere keren volgens mij zelfs, op Pinksterkamp. Toen de grote convo nog één groot grasveld was met een... ja, een grasveld zonder vlonden erin. Gewoon, dan zat je gewoon met de bank op het gras. En als het regende zat je in de blubber. En daar speelden de Amazing Stroopwafels. Voor een paar honderd gulden en een kop kruidenthee. Weet ik nog. Pot kruidenthee, stond in het contract. Ik heb ze zelf nog gecontracteerd. Ja, dat was een grappig. Geweldig. De Amazing Stroopwafels. Oh ja. Sitting on a highway in a broken van, thinking of you again. Guess I have to hitchhike to the station. With every step I see your face, like a mirror looking back at me, saying you're the only one. Making me feel I could survive. I'm so glad to be alive. Nowhere to run and not a guitar to play. Mixed up inside and it's been raining all day. Since you went away. Manhattan Island serenade.
zit hier op de snelweg met een lege tank. Regen klettert op het dak. Ik zal nog wel naar huis toe moeten liften. Ik denk aan jou bij elke stap. In de verte blijft de transit staan. Ik kom nooit meer van je los. Ik zie de Caltex in de nevel. Olievlekken op de Maas. Ik loop wel door, maar ik kan nergens heen. Het regent nog steeds en ik voel me zo alleen. Nu ik je nooit meer zie. Oude Maasweg, kwart voor drie. Nu ik je nooit meer zie. Oude Maasweg, kwart voor. Ja, touwtjes erop. Kapot. Ja, het klonk toch als een koebel? Ja, nou, of als een... Ja, overnieuw. Ja, heel goed. Dat was al, het hing al op een draadje, maar het is nou echt kapot. Ja. Oh, nou komt ie hoor. Oh ja, even tussendoor, dan mag wel even praten. Hè, want Perfect Day van Lou Reed vonden wij een erg mooi nummer. Zat al in ons repertoire. En hadden maar, we weggegooid. Hadden we eigenlijk al weggedonderd, want ja, weet je wel, een beetje afgezaagd. Maar Jan Rot had ik ooit eens ergens gehoord. Dan hoorde ik een couplet en een refreintje van Jan Rot. Ergens. Je had een Nederlandse vertaling gemaakt. Gert-Jan hier. Hij heeft de stoute schoenen aangetrokken en heeft Jan Rot een mailtje gestuurd. Jan Rot, heb je de rest ook en mogen we dat hebben, gebruiken? Geld hebben we niet, dus nou, geen probleem. We kregen het toegestuurd. Dus dit is de originele tekst van Jan Rot. Hij heeft het zelf ook een keer gedaan. Wij vinden dat we het beter doen. Oh! Nee hoor, nee Jan, sorry. Knip. De perfecte dag. En vergeet je ei niet? Nee. De perfecte dag. Met sangria in het park. En dan daarna vanavond pas weer naar huis. De perfecte dag. In Blijdorp rond voedertijd. Hunt veel nog voor sluitingstijd en naar huis. Oh nee, geen perfecte dag. Dan eentje samen met jou. Oh, een perfecte dag, zolang jij mij staande houdt. Zolang jij mij staande houdt. Een perfecte dag. Weg van die rottigheid. Weekend vrij, ik en jij. Wat een tijd. De perfecte dag. Jij maakt mij een ander mens. Ik zo ineens, zo intiem, zo intens. Ja, nee, geen perfecte dag. Dan eentje samen met jou. Oh, een perfecte dag, zolang jij mij staande houdt. Zolang jij mij staande houdt. Wat iemand oogst, is wat hij zaait. Wat iemand oogst is wat hij zaait. Wat iemand oogst is wat hij zaait.
niemand oogst is wat hij zaait. Ze kan zo lekker koken, ze kan dat wat ik wil dat ze kan. Ze kan zo mooi bewegen, ze maakt me zo verlegen. Zij, ze zet me in vuur en vlam. Maria, Maria, ik hou van jou. Voor jou sta ik uren in de kou. Kom mee, de zon. Ik weet niet hoe het uit te leggen, ik durf haar niet te zeggen. Want als ze nee zegt, ga ik kapot. Dus zit ik hier te wachten, ik zit hier te verspachten. Ik sta hier met mijn benen vol lol. Maria, Maria, ik hou van jou. Voor jou sta ik uren in de kou. Toch maar bij me, ik wou dat ik haar kon lijmen, want zo is er geen houden meer aan. Waarom die harde tijden, waarom moet ik zo lijden? Ambrosia, wat vloeit mij aan? Maria, Maria, ik hou van jou. Voor jou sta ik uren in de kou. Maria, Maria, ik hou van jou. Voor jou sta ik uren in de kou. Maria, Maria, ik hou van jou. Voor jou sta ik uren in de kou. Ja, dankjewel. Ja, het laatste nummer is geweest, maar we willen best nog wel een liedje spelen. En dan neem ik gelijk even de mogelijkheid om even de band aan u voor te stellen. Hier op Bas. Marcel Bosman, sorry. Bosman. Ja, Bosman, Bosman. Hey, ja. Wat op gitaar, Ian Schets. Ja. Oh, dat dan. Echt een van de oudste OMG-leden. En twee allerlei opzicht. En hier naast mij, op niet eigenlijk. Ja, op van alles en nog wat. Ja. Gert-Jan Vos. Yeah. En? Ja, natuurlijk. Ja. We kunnen hem niet onaangetast laten natuurlijk. Onze zanger, wel bekend binnen Pinksterkamp al jaren, Mark Noorland. Hey. J.O.S.D.'s. One monument is still standing between two football fields, with the name of the men who were killed on the battlefields. They were center forwards, keepers and backs. They thought they would win. It's a family tradition to play in a football team. I've nephews dumb but tall, still feed us, kick the ball. I've got flat feet and my knees are weak. They all thought it was time to start my J.O.S.D. And my J.O.S.D. So good.
last war in this country. The fighting lasted 4 days. Between the names on the list I see one name again, he had my age and my first name. He thought he would win like in his jailer's days. In his jailer's day, they had many boys who wanted to be in a team. So in one day, in one match, you had to prove your ability. I was knocked out, a real disgrace, a break with the family tradition of the jailer's day. Of the jailer's day. I can live without a finger, I can live without a toe, but the head is necessary. Dank jullie wel. Dank je wel. En tot het volgende Pinksterkamp. Live, alstublieft. Yo. Kijk. Voor de mensen die thuis graag het Pika traditioneel willen beëindigen, heb ik hier mijn orgeltje. En dan zeg ik, muziek. Vergeet de bankjes niet op te ruimen.
voor de mensen. Ja. Voor, zie je mij? Zie je Koos? Nee.